Het is vandaag lekkere kontjesdag. C63S 510 pk, RS6 Performance 605 pk. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe Kreeveek. Deze week hebben wij een aantal auto's aangekocht. We zijn naar Duitsland geweest voor het Seat Ibiza met een FR pakket, een Toyota Aygo automaat en een nieuwe Mercedes GLB met nog maar 6000 kilometer op de teller. We hebben verder een binnengekregen, een Volkswagen T-Cross, nu op de site online met nog maar 11.000 kilometer. Verder hebben we nog een nieuwe BMW X5 met 340 pk gekocht. Fantastische wagen. Dus er staat weer een hoop online op kreeftauto.nl. Ja, en ik sta hier naast de verkochte RS6. Hij was zwart, maar we hebben hem laten rappen. En kijk eens naar het eindresultaat. Dit is toch gewoon fantastisch. Hij is, welke kleur is hij, Joey? Steengrijs. Steengrijs, matgrijs. Ja, lichtgrijs. Lichtgrijs. Satijngrijs. Mooi grijs. Mooi grijs. Mooi grijs. Erg mooi. Dit is wel even goed gelukt. En wil jij nou je auto laten rappen? Bel ons en wij regelen het. Je ziet het eindresultaat. Mag mailen ook? Mailen mag ook. Oké. Naar wie? WhatsAppen mag ook. Mailen naar dani@kreeftauto.nl. Leuk, Marieke. Even toeteren terwijl we aan het filmen zijn. Verkochte Golf. En wederom een busje van Weimar Automaterialen. Groot onderhoud. En daar was hij ook wel even aan toe. Deze hoort dus wit te zijn. Luchtfiltertje. Goed vies. Ingeruilde Mitsubishi op de brug. Hij is al verkocht, dus we gaan hem nu even klaarmaken voor de aflevering. Even een grote beurt uitvoeren en dan deze week afleveren. Wij zouden dus op maandag naar Duitsland gaan en dat is dus dinsdag geworden. En nou wil ik net naar huis gaan en zie ik dit. Gewoon een spijker in onze band. En dat is niet handig als we naar Duitsland gaan, dus die ga ik even eruit halen. En dit was de boosdoener. Tijd om er een propje in te doen. Propje erin. Vullen met lucht en vol gas naar Duitsland. Even de laatste dingetjes pakken voor vertrek. En we gaan weer vol gas naar Duitsland. Vandaag op de brug deze Mercedes B-klasse. Voor het monteren van twee nieuwe voorbanden en een accu. De klant is door de ANWB geholpen omdat de klant de band heeft lek gereden op een stoep waarschijnlijk. Waardoor er nu 3 beschadigingen zitten, dus de band moet vervangen worden. En omdat de andere kant qua profiel ook niet meer heel erg goed is, vervangen we ze meteen allebei. Zo, inmiddels hebben we de band gedemonteerd van de Mercedes. En dan is heel goed te zien dat gewoon aan de binnenkant de ijzerdraden er helemaal doorheen komen. Omdat de klant er waarschijnlijk op doorgereden heeft. Waardoor de hele band dus vol zit met gruis. Toyota dealer Duitsland. Adresje 1. Kijk eens even. Dit is wel gaaf, hè? Dikke pick-up. Hoppa. Nog een apparaat. Maar deze laten we staan. Eerst even tijd voor een bakkie. En de AM is dus binnen. Chauffeur erin gezet. En terug naar een kuizen. Hallo, wie zien daar? Hallo Mercedes. Wederom bij een Mercedes dealer. Rij jij deze terug, rij ik die opruimwagen, man. Die rijdt veel lekkerder. Nieuwe S-klasse. Zo. Zo. Die is ook wel mooi, hè? Hey. Hey, deze ken ik. Deze ken ik ergens van. Deze gaan we even wat beter bekijken. Nieuwe GLB. Deze gaat mee naar Enkhuizen. Zo, de showroom uit. Worden we hier toch blij van, hè? No. Kijk eens hoe mooi die is. Alles zwart. Zwarte wielen. Wel heel mooi, hè? Hij is wel heel mooi, hè? Kijk hem eens even. Boom.
AMG de Fusion aan de onderkant. Volledig AMG uitgevoerd. Zo. Dit is weer een mooie aanwinst. Hoppa. Wat is die dik, joh. Jee, mijn god, een mooie auto. Echt fantastisch. Kijk eens hoe gaaf. Tijd voor een broodje. Hij staat vast. En hoppa, kreeftbordje erop. Nu is hij af. We kunnen weer rijden. Mercedes-Benz Arena. Zo kom je nog eens ergens. Aanwinst nummer 3. Hoppa. Seat Ibiza met een FR pakket. Binnenkort online op kreeftauto.nl. Haha, en kijk deze even dik zijn. Lekker hoor, hé. Wow, wat een apparaat. We zijn in Duitsland en er moet er ook even gegeten worden, hè. En waar eet je dan? Hoppa, even langs de weg een kippetje van het spit. Het is te goud. Dit is toch helemaal fantastisch. Hoppa, verse kippetjes. Ik word hier wel vrolijk van, hoor. Hoppa. Hoppa. En we rijden naar huis. We moeten in totaal nog een hoop kilometertjes. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Kijk eens even hoe mooi. Ondergaand zonnetje in Duitsland. Prachtig. Wat een uitzicht zo. Het is net 9 uur geweest. En hoppa. Prachtig. Kijk eens even hoe mooi, hè. Hoe ze dat toch weer gemaakt hebben. Die interieurverlichting. In allerlei kleuren te verstellen. Echt prachtig. Het is overigens wel 1 uur 's nachts. We zijn weer in Enkhuizen. We gaan even alles achter slot tussen grendel zetten. Vanochtend rond een uurtje of 5 vertrokken. Dus voor nu wel te rusten. De dag zit erop. Bezoek van Overlander werkplaatsinrichting. Onderuit aan onze bruggen. Hoppa. Golf 7, airline, bijna klaar. Even een paar nieuwe ruitenwissers. Die stond hier voor een klein beurtje. En een busje van Tolstra Bouwbedrijf. Het is bouwvak, dus dat betekent dat wij alle bussen van Tolstra gaan onderhouden. En APK keuren. Zo, dit is de eerste APK kleine beurt. Het is morgen 7 uur. En de chauffeur is lekker vroeg vandaag. Komt vandaag een mooie en bijna nieuwe T-Cross brengen. Deze binnenkort online. Zo, kom op de zaak. 7:15. En hoppa. Nieuwe auto binnen. Volkswagen T-Cross. 2020 uit mijn hoofd. Met een nieuw interieur, nieuw stuur. Automaat. 10.000 kilometer erop. Hoppa. Zo, goedemorgen. 7:15. Ik zit al een kwartier klaar. Altijd even wachten op Dani. En Joey en Bas vertrekken naar Limburg. Want daar staat iets heel moois wat wij hebben gekocht. En ze gaan het even ophalen. De volgende bus van Tolstra Bouwbedrijf. Voor een APK en onderhoud. En daar gaat de Outlander. Deze is verkocht. En de volgende bus van Tolstra op de brug. APK, grote beurt. Weer een mooi klusje. Dit is volgens mij de derde bus die we nu op de brug hebben van Tolstra. En als de mannen klaar zijn met de bouwvak, als de vakantie over is, dan alle bussen weer een jaartje er tegenaan. Hoppa. Leuke Volkswagen Polo, ingeruild. 168.000 kilometer gelopen, het is een dieseltje. Ben je nou op zoek naar een zuinig dieseltje? Kijk dan even op kreeftauto.nl voor een proefritje. Zo, aangekomen in Limburg. Voor
dit kanon. BMW X5 40i M-Sport uitgevoerd. Met, kijk eens, 22 inch. Van een kanon. Kan je de uitlaat mee reguleren, open en dicht. Zwarte nieren, zwarte spiegels, zwarte raamlijsten, helemaal af. Kijk eens. Groot panoramadak. 44.000 kilometer. M-Sport stuurwiel. Memory op de stoelen. Swarovski pauk. Waanzinnig. Binnenkort online. Kreeftauto.nl. Nu schuin links afstaan op de straat. Oh, hoe vind je dat? Jeemig. Komt even wat aangereden, hoor. Zo. Wat een apparaat. Dit is toch niet normaal, dit. Gewoon mijn kreeft, hè. Gewoon op de site. Staat ook gewoon te koop. Wat een apparaat. Ongelooflijk. Zo, nieuwe X5. Dat betekent ook dat die weer even getankt moet worden. Maar wat een apparaat. Wauw. Weergaloos. En hap, APK, beurtje. De volgende voor het Tolstra bouwbedrijf. Helemaal top. Ik heb het idee dat deze auto nog wel eens een aanhangertje gebruikt. Wat denken jullie? Dit kan toch niet? Gewoon een kreeftbordje stuk. En kijk eens even. Die hele fix dat gewoon even. Plaatje weer een beetje recht gemaakt. Nieuw schoon bordje erop. Hoppa. Klant komt zo meteen voor deze mooie GLB. Die gaat er even lekker rondje mee rijden. Even proefritje. Dus die staat klaar. Op de brug. 107. En die is verkocht. Klaarmaken. Grote beurt. Nieuwe voorbandjes. En deze Isuzu. Nieuwe achterbandjes. Hoppa. Ja. De zwarte RS6 is niet meer zwart. Zo. En dat staat hem even goed, hè. Jeumig. Dit is gaaf. Dit is echt gaaf. Het is vandaag lekkere kontjesdag. C63S 510 pk. RS6 Performance 605 pk. Wat een combi. Wat een combi. Fantastisch dit. Echt fantastisch. Zo mooi. Ja, het is zover. Ik mag eindelijk vertellen wat het grote nieuws is. Eindelijk vertellen in deze vlog. Want wij gaan namelijk verhuizen. We gaan deze loods verlaten. Dus al deze mooie auto's mogen eruit. En wij gaan naar een showroom op het Witte Hert op de Schepenwijk in Enkhuizen. Dus deze vlog, veel meer van dit soort beelden. Alles wordt uit de loods gehaald. Ja, want het gaat regenen, denk ik zo. Er zijn een heleboel auto's al uit. Al onze banden worden op pallets gezet. Het is verhuisweek. De auto's mogen er allemaal uit. Alles mag leeggehaald worden. Hier nog wat banden op pallets. Alles mag eruit. En ook buiten staan al een paar van onze mooie auto's. Alles moet eruit. Tijdens het verhuizen kom je toch leuke dingen tegen, hè? Mijn allereerste brandweerauto met aanhanger. En de allereerste kreeft Mercedes. Hoppa. Wat autootjes buiten. Spulletjes klaar. Spulletjes. Nog een paar autootjes binnen.
alles op pallets gezet gisteren. Alles voorbereid voor vandaag. En vandaag gaat het gebeuren. Wij gaan verhuizen. Heftruckie erbij. Hier nog een paar pallets klaargezet. Hoppa. Alles gaat leeg vandaag. De grote dag. Ik heb er zin in. Want wij gaan verhuizen. We krijgen een showroom. En daar komt de verhuiswagen. Hoppa. Bas is de sterkste van ons drie. Leeg. Dat is Dani. Het zal vast werk wezen, laten we daarop houden. Buurman! Vrachtwagen inladen met de heftruck. We hebben wat hulptroepen ingeschakeld. Gas erop. In de vrachtwagen moet ook alles schoonheid worden. Ja, ja, buurman is lekker bezig. Mijn lampjes erbij. Kun je hem nog zien? Ja. Yeah. Top. Vrachtwagen nummer 2. Alle kreeftassen mee. Nog wat afgewerkte olie mee. En dan straks alle auto's weg. En dan zijn we leeg. En ook vrachtwagen 2 zit vol. Nu de auto's nog. We zijn lekker bezig zo op de zondagmorgen. De hal is leeg. Alles even netjes aanvegen. We laten het natuurlijk allemaal netjes achter. Hoppa. De opzichter. Die zet even iedereen aan het werk. En dan hebben we de mannen van Kreeft even aan het werk gezet. Tevens in te huren als schoonmaakbedrijf. Dus goede feest gehad. Huur zit maar in. Nou ja, zo stoffig was het niet. Ondertussen is het mistig geworden in de loods. Deurtjes hebben we opengezet. En hap, alles even in het zakje. En dan gaan we er van tussen. Druk aan het verhuizen. BMW met onze aanhanger. Onze klassieke BMW uit 93. De kreefbus staat er. Voorraadauto's. Voorraadauto's. En een hele rij met voorraadauto's. En dit wordt het, jongens. Het nieuwe kreefpand. Twee vrachtwagens staan te lossen. Binnen wordt de showroom alvast even schoongemaakt. Alle hulptroepen opgeroepen. En dan kunnen straks de auto's naar binnen. Toppers zijn goed bezig. Hoppa. Alles even opruimen. En ondertussen wordt het vloertje even mooi gemaakt. Kijk eens even. De vrachtwagens zijn gelost. Dan gaan er weer van tussen. Bedankt, mannen. Alle auto's naar binnen rijden. Hoppa. Kijk eens even. Al onze parels in de showroom. Hier worden we wel heel blij van, man. Echt top. Al die mooie auto's. Oprawagen aan de zijkant. Hoppa. Echt fantastisch. Super tof. Ja, vanaf nu zijn jullie allemaal welkom op het Witte Hert 15 in Enkhuizen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat even een reactie achter. Druk even op de like knop en abonneer op Kreeft Auto. En dan zie ik jullie volgende week weer.